Dag beste kijkers, dit is een aflevering van Los Weeknieuws van vrijdag 2 november. Inwoners die gebruik maken van de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO, betalen een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage wordt op dit moment bepaald door de hoogte van het inkomen, het vermogen en de omvang van de indicatie. Door een besluit van het kabinet gaat de eigen bijdrageregeling veranderen. Vanaf 1 januari 2019 is het abonnementstarief €17,50 per maand. Het nieuwe abonnementstarief is dan niet meer afhankelijk van het inkomen, maar wordt een vast bedrag voor iedereen die gebruik maakt van de WMO. Als je gebruik maakt van de WMO en je een eigen bijdrage betaalt, dan ontvang je dit jaar een brief van het CAK waarin meer informatie over deze wijziging staat. De afgelopen maanden heeft gemeente Stijn samen met inwoners gewerkt aan het verkeersarrangement Stijn. Op donderdag 15 november worden de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst die om 6:30 begint in Zalencentrum Kerensheide. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens deze presentatie wordt op hoofdlijnen de oplossingen voor de veelbesproken locaties toegelicht. Er wordt gesproken over het proces hoe de gemeente met de werkgroepen tot deze oplossingen is gekomen. Er zijn knel- of verbeterpunten die de gemeente op korte termijn kan opmaken, maar er zijn ook meldingen en wensen die pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden. Zeker voor omvangrijke projecten geldt dat de financiële kaders eerst in de gemeenteraad behandeld moeten worden. Wilt u er ook bij zijn? Aanmelden voor deze presentatie doet u door te mailen naar info@gemeentestijn.nl onder vermelding van eindpresentatie verkeerarrangement. Samen maken we Stijn nog mooier en veiliger. De gemeente heeft het gladheidsbestrijdingsplan voor komend winterseizoen opgesteld. De gladheid wordt op dezelfde manier aangepakt als voorgaande jaren. Het regionale afvalbedrijf RWM zorgt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Bij hevige sneeuwval worden extra medewerkers van onder andere Fixia ingezet om handmatig sneeuw te ruimen rond gebouwen met een openbaar karakter. In het plan staan de primaire routes, zoals hoofdwegen en buslijnen, en secundaire routes, wegen en de wijk, genoteerd. Deze laatste komen pas aan bod als de primaire routes bereikbaar zijn voor het verkeer. Zo wordt ervoor gezorgd dat onze gemeente ook op barre winterse dagen bereikbaar en veilig begaanbaar blijft. Iedereen die het gladheidsbestrijdingsplan wil zien, kan naar het gemeentehuis komen voor inzage van dit project of kijk op www.gemeentestijn.nl. Vrijdag 9 november wordt het feest van Sint Maarten gevierd. Op basisschool De Avonturijn in Berg aan de Maas hebben de leerkrachten voor hun leerlingen een wedstrijd lampionnen maken bedacht. Wie maakt de mooiste lampion? Zo heet deze wedstrijd. De wedstrijd vindt plaats op dinsdag 6 november op school. De jury bestaat uit juffen en meesters. De lampionnen dienen zelf gemaakt te zijn, zonder hulp van de ouders. Er zijn uiteraard mooie prijsjes te winnen. De eerste band voor Europop 2019 is bekend, Cato. Cato is ontstaan in 1989. De oorspronkelijke bandleden waren drie muzikanten die elkaar al jaren kenden uit diverse andere bands. Sedert medio juni 2004 wordt Cato aangevuld door een bevriende percussionist. In 2015 werd de band versterkt met een nieuwe pianist, die tevens ook bugel en trompet speelt. Momenteel is Cato een toonaangevende unplugged band in de regio Zuid-Limburg, zowel Nederlands als ook Belgisch Limburg en in de grensstreek van Duitsland. Nummers die het publiek alleen kent, met complete bezetting, tovert Cato om tot een mooie unplugged versie. Dus genieten op de weg. Burgemeesters en wethouders van Stijn maken bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan Centrum Stijn 2018 met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken van vrijdag 26 oktober tot en met donderdag 6 december 2018 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis ligt. Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
U kunt daar zoeken op de naam van het plan of op onderstaand identificatienummer. Het hebben van contact met anderen is belangrijk om mentaal fit te blijven. Door intensieve zorgsituaties is het soms moeilijk om die contacten te onderhouden en krijg je als mantelzorgers wel eens het gevoel er alleen voor te staan. In de tweedelige workshop Het Belang van het Hebben en Onderhouden van Contacten met Anderen wordt samen met Angelique Raadschilders van Stichting Mee Zuid-Limburg in gesprek gegaan over hiermee om te gaan. Deelname aan deze workshop van Steunpunt Mantelborg Zuid is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk. Een van de bijeenkomsten is op dinsdag 6 november van 7 tot 8:30 in het buurtcentrum Nieuwdorp. Informatie en aanmelding: Steunpunt Mantelzorg Zuid, telefoon 043 32 15 046 of via e-mail info@mantelzorgzuid.nl. Een stukje gezelligheid in deze sombere tijd van het jaar kan een mens opbeuren. Zo zal in het buurtcentrum en buurtwerk van Nieuwdorp op woensdag 7 november vanaf 9 uur een buurtontbijt worden geserveerd. Een gebakken of gekookt eitje, diverse soorten broodjes en beleg, chudrans en onbeperkt koffie en thee. De kosten voor dit smakelijk ontbijt bedragen €3 en u bent van harte welkom. Opgeven kan via onderstaand e-mailadres. Dit was een aflevering van Los Weeknieuws. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.